is goed. Ja, ja. We hebben een paar vragen. Wat doe jij eigenlijk als jongerencoach hier op school? Nou, het zijn eigenlijk meerdere dingetjes wat ik doe. Ik heb ook verschillende functies hier op school. Ik ben jongerencoach, antipestcoördinator. Als jongerencoach probeer ik ook te bemiddelen tussen leerlingen en docenten. Een hele simpele voorbeeld: als een leerling eruit wordt gestuurd, meestal speelt er ook emotie bij en dan loopt ze er boos uit. En dan probeer ik dat ook weer dus daarin te bemiddelen, zodat het weer herstelt tussen beiden, tussen docent en leerling. En wat is de meest voorkomende vraag waarmee leerlingen naar jou toe komen? Meestal zijn het begeleidingsvragen of coachingsvragen. Ook eigenlijk een beetje een soort van informatie. Bijvoorbeeld van, hey, ik heb dyslexie, wat moet ik doen? Ik kan me niet concentreren in de klas. Kunt u me daarbij helpen? Oké, en doet u het zelfs als een mentor of coach? Nee. Mentor is eigenlijk voor de hele klas. Een docent. En een coach is een individuele coach, dus voor een leerling of een aantal leerlingen. En een jongerencoach zit meer op het begeleiden van leerlingen, jongeren. En wat vind je nou precies het leukste aan het werk op het Roland Olst? Contact met leerlingen, omgang met leerlingen en de medewerkers. De openheid van iedereen, de ondersteuning die je krijgt. Bijvoorbeeld aan leerlingen hoef ik ook niet echt te vragen van, hey, maar hierbij helpen. Nee, dat doen ze ook al automatisch. Dus eigenlijk in het algemene omgang. Nou, dankjewel voor je tijd. Geen dank.